Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders, Privar en More. En vandaag ga ik op pad met mijn eigen ambulance die de releasing gaat vandaag. Hij komt eigenlijk ongeveer op hetzelfde tijdstip als deze video online komt. Komt hij op GTA 5 mods. Mits ik direct toestemming krijg, want het kan zomaar zijn dat hij pending staat. En dat betekent dat iemand hem geloof ik nog gaat controleren of het wel een echt model is en zo. Noem allemaal maar op. Maar in ieder geval, ja, dit is hem. Kijk eens aan, wat een gaaf ding. Jullie hebben hem natuurlijk al een beetje gezien in video's. Maar hij is nu toch echt af. Er worden nog hele kleine dingetjes even gefixt. Maar ja, dat stelt allemaal niet heel veel voor. Of dat gaat, nou, dat zijn dingen, ja, leuke veranderingen. Maar vooral wat ik probeer te zeggen daarmee is dat het, wat jullie nu zien, zullen jullie niet ineens een hele andere ambulance gaan zien nadat die dingen zijn gefixt. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken als je dat al zou doen. Ja, de 132 dus uit Zuid-Limburg, oftewel Maastricht. Het kenteken klopt niet. Moet ik even aanpassen nog, dat zie ik wel. Het is namelijk wel een heel nieuw kenteken voor een oud busje. Want het is een oud busje. Namelijk eentje uit 2011 als het niet eerder is. Ik denk dat deze sprinters vanuit 2010, 2011 in de productie zijn gegaan. En inmiddels al twee generaties verder zijn. Sinds kort rijden de nieuwe sprinters. Ja, eerlijk gezegd hebben ze een beetje dezelfde voorkant. Alleen zit er zo'n... Oh, nu wil ik wijzen, maar dat kan alleen in 5M. Boven het kenteken zit zo'n ja, lipje zeg maar omhoog. Zo'n streep. Dat ik denk van, wat fuck is dat? Maar goed, tuurlijk is het niet dezelfde voorkant. Maar ja, het is ook een facelift. Maar een andere facelift dan de 2016. Dan het 2016 model. En die heb ik niet in mijn game staan. Dus die kan ik nu ook niet vergelijken met jullie. Ik ga zo meteen even voertuigcontrole doen. En jullie binnen en buiten laten zien wat er nou allemaal in zit. Dat doe ik door middel van de opname die ik nu linksonder in beeld ben aan het maken. Wij gaan in ieder geval blauw. Nou, geen sirene testen. Dat doen ze in het echt nooit. Voor de mensen die dat denken. Nee, ze testen niet de sirene in het echt. Ze doen wel de rest testen. Maar wij doen gewoon alles verder testen. Wat alles behalve de sirene. Dus gaan we dat even doen. Mijn collega gaat achterin alles controleren, apparatuur. Laten we beginnen. En dan, wat ik al zei, met die opname links ga ik jullie dadelijk even rondvliegen rondom de ambulance. Dat is natuurlijk wel... dan kunnen we net wat meer bekijken. Dan kunnen we binnenin wat beter kijken en zo. Dus laten we dat zo even doen. Ik stap in en we doen voertuigcontrole. Ja, de credits moet ik wel even benoemen, want het busje zelf die is door Glorious Modding geconverteerd en zo. Die is te downloaden op GTA 5 mods. Dan heb je de opbouw en of nou eigenlijk gewoon de hulp van meeste, of ja, het meeste is geholpen en gedaan door Enomods. Ik zou dan hem, maar het begin met het helpen, dat is gedaan door Jesse van Heumods. Dus ook shout out naar hem natuurlijk. Dan hebben we nog de opbouw boven en die laat ik dadelijk dus nogmaals zien met een vlucht eromheen zeg maar. Ja, die is gemaakt door Modding Nederland, ook shout-out naar hem. En ik geloof dat Mark Mods NL daarbij ook nog heeft geholpen, wat ik zo snel zag, maar dat weet ik niet zeker. Moet ik trouwens even, dat durf ik niet te zeggen, anders heb je een gratis shout-out van me gekregen. Ik weet in ieder geval wel dat hij Modding Nederland samen met Mark bezig is met een nieuwe Otaris, maar ik weet niet of hij ook met de opbouw heeft geholpen. En dan hebben we nog wat onderdelen zoals deze stangen hier aan de onderkant en aan de achterkant. We melden ons trouwens alvast in door Tube It Gaming. Dat is van het Unlocked model, Unlocked Otaris model. En voor de rest komen de strijker branka achterin. Dat is ook van Enomods.
Dus ja, dan heb ik geloof ik alle credits wel gehad. Dan hebben we hier binnen nog wat een visserpaneeltje en de mobiele phone en zo. En het kastje door Heumots en de visserpaneel is van Modding Nederland. Het schermpje zichtbaar hiervoor, dat is van Animods. Voor de rest hebben we geloof ik alle credits wel gehad. We gaan nu meteen door naar een reanimatiemelding. En het regent. Maar dan zie je wel blauw mooi. Oh ja, knipperlichten die zijn ook, die zal ik zo laten zien. Zo, daar ben ik dan. Of weer, of daar ben ik nog steeds. Want ja, dit van het rondvliegen en zo, dat neem ik later op dan de hele video met het rijden. Hé, waarom is dat ding dichtje? Hè? Hoe kan dit? Hè? Oké, raar. In ieder geval. Dit is hem dus, hè. We gaan er even omheen vliegen zoals jullie zien in Rockstar Editor. En we beginnen gewoon vooraan en we eindigen uiteindelijk achteraan. Vooraan sirene speakers en een mods zoals jullie. Ja, weet je, ik ga de hoe heet het niet doen. De credits, want die staan netjes in de download en op GTA 5 mods. En die ben ik al de hele video aan het benoemen. Dus dat komt wel goed. Grill, flitsers, Mercedes logo natuurlijk. Roepnummertje hier, opbouw, we gaan even, ja, hier dan nog flitsers in de spiegels. We gaan eens naar binnen, hopelijk kun je het nu wel zien, ja nu kun je het wel zien. Visserpaneeltje voor blauw, sirene, oranje, dag-nacht sirene, grillflitsers, koplampen, weet ik veel wat, de knipperende koplampen neem ik aan. En groen zou hier nog ergens bij moeten zitten. Geen idee wat dit eigenlijk is, maar die zat erbij. Mobiele phone met spreeksleutel en een schermpje. En dan gaan we naar achteren. Hier is een strijkerbrancaar. Mooi ding. Voor de rest is eigenlijk alles standaard achterin nog steeds. Hier dan, ja, deze lamp die gaat aan als je achteruit rijdt. Leuk detail. Opbouw natuurlijk, mooie opbouw. Gemaakt door Modding NL of Modding Nederland. Ja, voor de rest de skin, dat is gemaakt door appelplantje, maar dat stelt eigenlijk niet heel veel voor. En niet zijn skin, maar eerder gewoon de skin van Ambulance Zuid-Limburg. Zoals je ziet, daar komen geen stickers op, er komen niet echt logo's op, dus dat is allemaal lekker simpel. De opbouw, die is dus nieuw gemaakt met de zwarte randen zoals je ziet. Dat vind ik veel mooier. En beter glas en anders. Eigenlijk in de oude opbouw, 2Bit Gaming had die gemaakt, daar was geloof ik gewoon het glas al blauw. Maar het is eigenlijk de ondergrond is blauw en het glas gewoon wit. Knipperlichten erin, hier zo dit golfje is blauw, hieronder is blauw. Maar je zit ook gewoon oranje en groen en werkverlichtingen verwerkt. Hetzelfde natuurlijk hier. Hier dan boven vooraan knipperlicht, blauw, blauw. Oranje werkverlichting blauw, maar ook gewoon oranje hier wederom. Nee, wat zeg je nou? Blauw, oranje werkverlichting en zo. Wauw, nee, blauw, groen en werkverlichting zit hier geloof ik in dit laatste ding. Dit ventilatie gebeuren, ook leuk detailtje. En dan was hem dat geloof ik even heel snel er doorheen gevlogen, letterlijk. Dus dan gaan we nu verder met de video. Zo, en we staan hier. En waarom nou? Nou, ten eerste omdat we hier zijn ingespand, maar ten tweede wat we er gewoon voor maken is dat mijn collega hier even een pakketje moest afleveren. Want we zijn ook pakjes bezorgen natuurlijk als we niks te doen hebben in de ambu. Ik dacht ik laat jullie even snel de knipperlichten zien. Nou, alarmlichten. Eigenlijk zie je dus al alle knipperlichten nu gewoon. Kijk eens voor en achter gewoon in de opbouw zoals in het echt. Dit is links. Dit is rechts. En dit zijn dus alarmlichten. Daarbij hebben we dus nog oranje. Ik weet namelijk niet of de voertuigcontrole in was gelukt. Dit was geen oranje, dit is oranje dan. Die loopt nog niet helemaal lekker. Ja, en blauw en zo. Daar komen we dadelijk wel op. Wat ik wel heb besloten. En eigenlijk Enno zei me dat ik dat even moest gaan doen. Is om die ambulance nu, en dat is voor mij dinsdag 9 juli, al te uploaden op GTA 5 mods. En dan kun je twee dingen hebben tot die donderdag netjes op tijd online staat, tot die morgen al online staat, oftewel dus woensdag al, en dan hebben jullie geluk en dan denken jullie waar komt hier ineens vanavond, want dan hebben jullie deze video niet gezien. Of
Hij staat wat later online en van vrijdag, want hij moet dus wel approved worden door zijn admin. Pending staat hij dan. En dat zei ik al, dat dat ging gebeuren waarschijnlijk. En als je boven de 50.000 downloads hebt, wordt hij automatisch blijkbaar geapproved. Maar ja, dat heb ik nog lang niet. Ik heb nog geen downloads. Ik heb er misschien net 100 of 200 van een skin die ik eens heb geüpload. Maakt het allemaal wel sneller, zeker in een tip wat je me net zag doen. Want de handling van Mule, M-U-L-E, die is wat langzaam. We gaan zoveel mogelijk knipperlicht proberen te gebruiken. Dus kijk lekker mee hoe we naar de eerste melding gaan, onwel persoon. Ja joh, knal anders op man joh, gek met je Volvo. Kan ik zo'n mooie auto hebben. Moet je niet op me knallen. Nu rijden we wel mooi langs de post, want die ligt hier links om hier naar binnen te gaan. Daar. Ik krijg veel de vraag van, hoe kun je daar naar binnen gaan, want ik kan dat niet. Ja, dat is Open All Interior. Dat is een script. Daar kun je in veel meer gebouwen waar je normaal niet in kan. Keuzes maken, ik twijfel, zo dat is veel. Je hebt schaals, je moet niet doorschakelen naar zijn 3 als je een berg opgaat. Dan moet je in zijn 2 blijven. Maar ja, dat snapt die automaat toch niet. Pak gewoon een trambaan hier. Kan gewoon. Ja. Wat doe je eraan hè? Met je V90. En zijn we bijna te plaatsen, gaan we eens aankijken wat er allemaal gaande is. Oh nee, niet op het spoor, want dan ga ik je niet helpen hoor. Oh. Nee, oh shit, dit gaat fout. Mevrouw, hier komen inderdaad heel goed. Die vrachtwagen, rijd door. Nee, wat doe je? Hoi. We gaan eens kijken. Goeiedag mevrouw. Kunnen mij horen en kunnen mij eens vertellen wat er aan de hand is. Natuurlijk kan ze mij niet horen, want ik praat tegen mijn computer en die kan niet terugpraten. Alleen als iemand anders via Teamspeak of zo tegen me praat. Nou, we gaan eens kijken wat er allemaal aan de hand is. We hebben in ieder geval leven, dat is mooi. Dan kunnen we nu rustig aan doen. En dan gaan we eens kijken naar de history. Wat is hier gebeurd? Even kijken. Een beetje cyanotisch, kortademig, cyanotisch blauwe kleur van de huid. Wacht even, ik moet het even snel lezen. Dyspneu, kortademig, sternal pain, pijn op de borst, retro sternal pain, beetje koud zweten, allergisch voor penicilline, is bekend met astma, lage bloeddruk en ze is gevonden hier op straat door omstanders. Ja, dat kan dan wel eens iets zijn van een astma aanval of hartproblemen, maar ik denk eerder longen nu. Dus, oh, wacht, we gaan wat medicatie geven, dat is sowieso handig, was eigenlijk niet mijn bedoeling om dat als eerste te doen, maar dat doen we dus lekker wel. En dan gaan we nog zuurstof toedienen. Want dat lijkt me het belangrijkste in deze situatie. En dan gaan we eens kijken hoe het met haar gaat. We gaan er sowieso rechtop laten zitten. Want liggen, dat is niet erg fijn. Als je iemand hebt die kort adem is, kun je beter rechtop laten zitten. In ieder geval, dat ondersteunt wel de ademhaling. Misschien nog de armen wat, niet voorover gekropen of liggen in ieder geval. Dus dit is wel een fijne houding zo. Ik ga eens even kijken wederom wat we voor vitale waardes nu hebben. En als dat goed is, dan gaan we die mevrouw meenemen. Saturatie is mooi gestegen, ademhaling is ook mooi. Dit is allemaal perfect. Hartslag is wat heel klein beetje verhoogd, maar dat wordt nog niet gezien als een te hoge hartslag, gewoon 90. Maar voor iemand die hier gewoon op straat ligt is dat misschien wat bijzonder. Maar we gaan gewoon A2 richting ziekenhuis. Het ziet er allemaal goed uit. Bloeddruk is perfect. Ademhaling 19 is ook goed. Desaturatie 96%. Met zuurstof is dat goed. Er komt weer een trein aan. Dus kijk of ze nu, of ja, ik wil zeggen of ze nu wel instapt. Maar ik moet zeggen,
Eens kijken of ze nu instapt, want normaal doen ze dat niet. Zo te zien gaat ze dat wel doen. Mijn collega stapt in ieder geval in, die gaat op elkaar zitten. En dan zou de beste mevrouw ook moeten instappen. Hoe deed ik dat ook weer? En van Nico. Ja, hop, erin. En die zit nu op de stoel. Normaal moet je natuurlijk andersom, hè. Patiënt op de brancard, collega op de stoel. Maar dat wil die nu even niet. We zetten deze lekker aan, anders gaat onze mooie ambu kapot. Blauw gaat uit. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Dan krijg je gewoon lekker overdoor. Natuurlijk handig is als je zo iemand eigenlijk zo snel mogelijk in je ambulance legt, hè. Dat kan geloof ik ook wel, treat in ambulance, behandel in ambulance. Maar ik weet niet of dan, wat er dan, dat hebben we nooit gedaan eigenlijk. Ja, raar kruispunt hier. Misschien ook links moeten aanhalen dan nog. Zeker met het weer, hè, wil je iemand zo snel, maar dan moet ik nog even kijken of we dat gefixt krijgen. Tot die op afstand, maar dat ligt geloof ik aan je vehicles meta, niet aan de ambulance zelf. Tot die op afstand zo uitziet. Zie je dat? Ik stuur ondertussen. Nee, wat doe je nou? Ja, ik stuur even snel een berichtje naar Enno, die weet dat we... jongen. Nee, ik wil hier naar rechts en dan ga ik gewoon deze meneer half aanrijden. Ik stuur Enno even snel een message. Hij weet dat wel. Zit mijn collega alweer? Ja, mijn collega zit alweer. Patiënt is al overgedragen, goed is. Dan ga ik even laten zien hoe dat ding uitziet op afstand. Even door middel van een appje. En dan gaan we daarna naar een chest trauma, oftewel pijn op de borst. Is dat een pijn op de borst? Nee, dat is geen pijn op de borst. Jawel, ik maak er een pijn op de borst van. En als ik het een pijn op de borst van maak, dan is er pijn op de borst. Potman is u. Nee, grapje, ik ben niet zo. Ik ben niet zo. Even kijken, hij ziet er zo uit op afstand. Stuur. Zo, dan kijken we zo meteen wel wat Enno daar tegen te zeggen heeft. Daarop te zeggen heeft. Gaan we nu naar een A1. Is er een A1? Code yellow is geloof ik A2. Maar ik maak daar lekker een A1 van. Dat is veel leuker voor de video. Wat leuker is met... of wat je... Als je deze mod realistisch wilt spelen, als je sowieso realistisch wilt spelen en met de ambu, kun je altijd naar een melding lekker scheuren, maar dan wel gecontroleerd scheuren. Dus in principe hier snelheid eruit, want we hebben rood licht. Kijk, officieel moet je nu helemaal terug tot hier, 20 km/u. En dan oversteken, dat doe ik zelf ook niet, maar het zou dus wel moeten. Maar in GTA voelt dat veel te langzaam aan. Pak altijd de vrije baan. Maar het voornaamste is dat je echt wel lekker kunt racen. En wat je niet zo kunt, of wat je dan, als je een patiënt achterin hebt en met spoed rijdt, dan moet je veel rustiger rijden. Dan rij je eigenlijk niet om snel naar het ziekenhuis te gaan, maar om toch je voorrang te krijgen. Maar nu kunnen we gewoon lekker hoppa en kijk zo, joh, hier tussendoor zo hoppa. Nou, dat is niet echt fijn als je een patiënt achterin hebt natuurlijk. Oh ja, dat moet ik ook nog zeggen, ik weet niet of ik het al heb gezegd. De intro, daar zien jullie andere beelden in dan wat in deze video voorkomt. Dat klopt, die beelden had ik al geschoten met een andere versie van deze ambulance. En toen was die ambulance helemaal, want die was er niet af, maar ik was weer zo ongeduldig om toch al een video ermee te maken. En nu is deze ambu afgemaakt, hebben we hem afgemaakt. Oh, dit was wel heel hard. Oké, dat was iets te hard. Rekening houden met het weer. Natuurlijk was het wel super veel te hard om de bocht in te gaan. Ja, dus die intro die heb ik wel gelaten. Maar de beelden die ik had geschoten met de oude versie, die heb ik dus verwijderd. Mijn vrouw gaat aan de kant. Ik snap dat je naar me toe wilt lopen om een overdracht te doen van hey, dit is er aan de hand. Maar dat doe je toch niet. Dus wat heb ik er nou aan? Dus de beelden, nogmaals, die jullie zien daar, dat zijn niet de beelden die
die in deze video daadwerkelijk voorkomen, maar het zijn toch mooie beelden die een beeld geven van deze ambu. En daar heb je vast wel iets, ja, dan heb je in ieder geval een beeld, ik zeg wel heel vaak beeld nu, van hoe die ambu uitziet. Dit ziet er allemaal redelijk goed uit. Ja, die mevrouw is in de ambulance neerzetten. We gaan daarbij zitten. Want ja. 3 patient first. Ja, dat probeer ik te doen, zeg maar. Hoppa, zuurstof geven. Ik weet niet wat de vitale waardes waren. Wat hadden we ook alweer? Get patient history. Dat is misschien wel handig dat we even weten wat hier aan de hand is met deze mevrouw. Die lag er dus op de grond. Even kijken, meerdere wonden, dat is toch iets anders. Ja, tuurlijk, chest trauma is niet pijn op de borst, maar ik maak er pijn op de borst van. Maar dan zie je toch dat er allemaal wonden op de borst en zo zitten. Meerdere wonden, cruciale bloedingen, een beetje slaperig. Hypertensie, femoraal fracture in het verleden, bovenbeenfractuur. Is aangereden door een fiets. Doen we even trauma treatment. Ja. En doen we nog even medicatie geven tegen de pijn en zo. Doen we maar nog even wondenverzorging. Is geloof ik hetzelfde in mijn ogen. En dan gaan we lekker een ziekenhuisje. Gewoon dikke A1 doen. Laat het weten in de comment. Nee, niet uit. Doe nou. Oh, je moet mijn ziekenhuis gek. Hoppa, jij gaat nergens heen. Ja, we gaan gewoon A1. Of nee, toch niet? Zo, daar ben ik weer. En het is meteen het einde van de video. Zoals je ziet, oranje is gefixt. En voor de rest hoeft er niks meer verder gedaan te worden. Dus wat ik al zei, hij staat al op GTA 5 mods. Betekent niet dat hij al gereleased is, maar hij is al geüpload. Want... het is voor mij nu, als ik dit stukje opneem, inmiddels al woensdag. Ik heb het niet meer op dinsdag weten te uploaden, zoals ik had gezegd. Maar dus woensdag, ochtend. Ik ga hem dus zometeen met alle credits en alles online gooien. En dan zal die pending komen te staan. Dan gaat iemand controleren of ja, hoe die eruit ziet waarschijnlijk. En of die in-game ook echt werkt en zo en dat soort shit. En dan komt hij vanzelf wel online. En dan kunnen jullie hem downloaden. Dat kan dus zijn dat hij rond de tijdstip van de video online komt. Kan dus zijn dat hij woensdagavond online staat. Kan dus zijn dat hij vrijdag pas online staat of nog later. Dus ik zou zeggen, hou het even in de gaten. Ik stuur sowieso een linkje. En ik zet hem vast in de comments als hij gereleased is. En natuurlijk in de beschrijving komt hij te staan. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd, wat het gaat zijn. Let me check. Even denken. Ik... denk met Jan Willem, maar dat weet ik even niet zeker. Dat zien jullie vanzelf wel. Tot dan. Doei.